Welkom allebei bij weer een aflevering van Heel Steenbergen Beweging. Wij zijn de sportcoach van de gemeente Steenbergen. Lieke, Lucas en Chris. Leuk dat jullie weer kijken. Wat heb je voor deze aflevering nodig? Als je ze in huis hebt, je gewichtjes. Heb je die niet in huis, is helemaal niet erg. Dan mag je het met de waterflesjes doen. En denk je van, dat is te pittig voor mij. Gebruik je gewoon je handen. Tot zo. We starten natuurlijk weer met de warming-up. Gaan we stappen op de plek, stevig doorstappen. Want onze lichaamstemperatuur moet natuurlijk omhoog. Heel goed, armen goed meenemen. Kijk, goed bezig. We nemen zo dadelijk onze armen mee naar voor en naar achter. Doe maar mee. Naar voor, achter. Voor, achter. Heel goed. Probeer het ritme te houden. Netjes. Nog twee. Eén. Laatste. Heel goed. Gaan we door naar opzij. Opzij. En terug. Opzij. En ondertussen gewoon lekker stevig door blijven stappen. Vijf. Zes. Zeven. Laatste. En door omhoog. Nou denk je, wat gaat dit lang staan? Maar strakjes doen we het natuurlijk een tempootje hoger. Vijf. Zes. Zeven. En de laatste. Acht. En door naar beneden. Eén. Duw uit. Twee. Drie. Vier. Vijf. Nog drie. Hou de stap vol. Zes. Zeven. En de laatste. Acht. Even losstappen. Doen we straks één cha-cha naar voren. Let goed op. Naar voren en naar achter. In één keer. En naar achter. Heel goed. Zet je heup naar voren en weer terug. Armen ook weer mee. Nog drie. Twee. Eén. En wissel van voet. Links. Les. Heel goed. Nog vier. Drie. Twee. Laatste. En stap op de plek. Oké, daar gaan we weer. We zijn al een beetje opgewarmd, maar nu gaan we het uptempo doen. Dus het tempo gaat iets omhoog. Daar gaat hij. De armen in drie. Twee. Eén. En start naar voor. Terug. Naar voor. Terug. Naar voor. Terug. Heel goed. Zes. Nog twee. Zeven. Laatste. En door opzij. Stoot je krachtig uit. Heel goed. Nog twee. Eén. Laatste. En door omhoog. Terug. Hoog. Terug. Netjes. Strek jezelf helemaal uit. Span je buikspieren ook ondertussen aan. Gaan we straks weer door naar omlaag. Nog twee. Laatste. En door naar beneden. Eén. Omhoog. Twee. Drie. Vier. Mag best een beetje gelachen worden. Vijf. Zes. Zeven. Laatste. En stop op de plek. Gaan we door naar de cha-cha-cha. In drie. Twee. Één. Naar voor met rechts. Achter. Rechts. Acht. Goed zo. Stap in. Terug. In. Terug. Nog vier. Dan gaan we door naar de linkerkant. Twee. Eén. En andere kant. Voor. Achter. Voor.
achter, voor, achter, voor, achter. Heel goed. 2, 1 en stappen op de plek. Heel goed. Even rustig uitstappen. Gaan wij door naar het rekken. Zet zo dadelijk je rechterbeen naar voren, licht gebogen. Je linkerbeen is gestrekt. En wij rekken de achterkant van ons been op. Probeer je rug recht te houden. Hou het eventjes vast. Heel goed. Adem rustig in. En uit door je mond. Wisselen van been. Linkerbeen naar voren. Rechterbeen naar achter. Heel goed. Netjes. Even vasthouden weer. Even losschudden. Doen we een stap naar de zijkant. Rechterbeen licht gebogen. Linkerbeen is gestrekt. We doen de binnenkant van ons been oprekken. Ook hier houden we de rug recht. Vind je het fijn om op je bovenbeen te leunen? Mag dat natuurlijk ook. Heel goed. Ook even vasthouden. Wisselen van been. Netjes. Ook hier weer even losschudden. Doe onze rechterarm voorlangs. Met onze andere hand duwen wij de arm naar ons toe. Doe dit ook op je eigen tempo. Wanneer je voelt dat het zeer doet, dan doe je hem niet. Andere kant, linkerhand voor de borst. Andere hand doe je naar je toe. Even vasthouden. Heel goed. Kijken we eventjes naar links. Even vasthouden om de nek los te maken. Naar rechts. Omhoog. En naar beneden. Heel goed. We zijn nu best wel warm voor zo dadelijk. Heb je een stoel nodig? Pak die alvast erbij. Pak ook alvast je gewicht erbij. Gaan we door naar de volgende oefeningen. Gewichtjes heb je zo dadelijk stevig in de hand. Die hangen langs het lichaam. Heb je voor deze oefening een stoel nodig? Want het is een gewicht, maar ook een goede balansoefening. Pak dan even de stoel erbij. Die kan je als ter ondersteuning gebruiken. We stappen zo direct uit met rechts. We buigen lichtjes door. Dus buikspieren zijn, de rompspieren zijn helemaal aangespannen. Zak je door en terug. Doe maar mee. Daar gaat hij. 1. 2. Doe ook weer 8 keer. 3. Hou je rug recht. 4. Je kan het moeilijker maken door wat verder door te zakken. 6. Nog 2. 7. Laatste. 8. Even ontspannen. Terug naar de plek. Doe hetzelfde, maar dan met ons linkerbeen. Stap uit. Iedereen klaar gaat ook weer 8 keer. Daar gaat hij. 1. Heel goed. 2. 3. 4. 5. 6. En vind je het pittig? Doe je gewoon kleine stukjes. Laatste. Heel goed. Even ontspannen, want je merkt het vast wel aan de benen. Zo dadelijk doen we hetzelfde, maar dan om en om. We starten met rechts. Stappen uit, daarna stappen we terug en stappen we uit met links. Daar gaat hij. 3, 2, 1, stap uit, zak door, omhoog en terug, links. Netjes. 3, 4, en terug, hou je rug recht. 5, 6, 7, laatste, uitstappen, zakken, omhoog en terug. Oké, even ontspannen. Oké, gewicht weer stevig vast. Gaat hij nog een keer, maar dan doen we hem op iets hoger tempo. Daar gaat hij. We stappen uit met rechts. Hup, naar beneden, omhoog. Beneden en omhoog. Heel goed. Stap uit,
En terug. Stap uit. Netjes. Hou vol. Nog twee. Eén. Heel goed, laatste. Wisselen we door, ga ik naar links. Daar gaat hij. Netjes. Probeer hem vol te houden. Wordt hij wat zwaarder, dan doe je hem gewoon wat minder diep. Vier. Vijf. Zes. Zeven. Gaan we zo dadelijk gelijk door naar om en om. Daar gaat hij. Links. Rechts. Heel goed. Houd je gewoon recht. Probeer de balans te bewaren. Lukt dat niet? Gebruik je de stoel. Drie. Twee. Laatste. Heel goed. En even lekker losschudden. Oké. Probeer de ademhaling weer een beetje onder controle te krijgen door in te ademen in je neus en uit te ademen door je mond. Ondertussen doen we de ellebogen tegen onze heupen aan. Onze nagels wijzen naar boven. En we doen onze pols omhoog en terug. Omhoog. Dus niet je hele onderarm, echt alleen de polsen. Ondertussen span je je buikspieren aan. Heel goed. Knieën zijn licht gebogen. Netjes. Adem in door je neus. En uit door je mond. Heel goed. Nog drie. Twee. Eén. En ontspan. Even losschudden altijd. Doen we hetzelfde, alleen nu wijzen onze nagels naar beneden. Laten we hem zakken en omhoog. Goed voor de onderarmen. Het ziet er misschien een beetje gek uit, maar is zeker zo belangrijk. Vooral voor de knijpkracht. Heel goed. En lukt dat niet, doe iets zonder gewichtjes. Nog drie. Twee. Laatste. Heel goed. En eventjes ontspannen. Doen we onze armen gestrekt. De nagels wijzen naar beneden. We draaien ze om naar boven. En weer terug. En probeer ze gestrekt te houden. Heel goed. En weer terug. Hop. Netjes. Nog vier. Drie. Twee. Laatste. Heel goed. Oké. De gewichten gaan naast ons hoofd. We brengen ze omhoog en naar beneden. Daar gaat hij. Omhoog, strek uit en naar beneden. Omhoog, naar beneden. En strek je armen helemaal uit. Hou de rest van het lichaam recht. Netjes. Heel goed. Nog drie. Twee. Eén. Laatste. En ontspan. Heel goed. Doe hetzelfde, maar dan omste beurt. Dus naast het hoofd, eerst met rechts omhoog en dan met links. Daar gaat hij. Rechts, links, rechts, links, rechts, links. Heel goed. Nog vier, drie, twee, één. En rust. De laatste was een soort juichje. Oké. We gaan hetzelfde doen, alleen natuurlijk op iets hoger tempo. Dus adem nog één keer diep in langs je neus. Uit door je mond. We starten met de ellebogen in onze heupen. Nagels wijzen naar boven met de polsen.
achter elkaar. Daar gaat hij. Hoog. 1, 2, 3. Iets hoger tempo natuurlijk. 4, 5, 6, 7, 8. Draai ze om. Daar gaat hij gelijk. 1, omhoog. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Heel goed. Armen gestrekt. Daar gaat hij. Draai ze om naar boven. En weer terug. Boven, terug. Boven, terug. Netjes. Probeer het vol te houden. 4, 3, 2. Gaan we zo direct de gewichten naast ons hoofd brengen. Daar gaat hij. Naar ons hoofd omhoog. 1. Heel goed. Ook weer 8 keer. 2. 3. Span alles aan. Buikspieren. 5. 6. 7. 8. En om en om. Kom op. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Oké, en lekker even ontspannen. Zwaai je armen los. We zijn aangekomen bij onze balansoefeningen. Hiervoor heb je nodig, als je het fijn vindt, een stoel of een trapleuning. In ieder geval waar je, als je wil, kan aan steunen. We starten zo dadelijk op ons linkerbeen. Ons rechterbeen gaat omhoog, ongeveer een hoek van 90 graden. Je mag je volle hand vasthouden, maar je mag het ook proberen met de vingertopjes. We strekken de been uit en weer terug. Uit en terug. Heel goed, doe ook 8 keer. 4, probeer die balans te bewaren. Span alles in je lichaam aan. 5, 6, 7. En dit gaat ook gewoon prima zittend, hè? 8. En zet hem even weer, even ontspannen. Wisselen we van been. Vind je het nou fijner om je been wat minder ver te doen? Mag dan natuurlijk ook. Daar gaat hij. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, laatste. Heel goed. Even lekker losstappen op de plek. Doen we zo dadelijk hetzelfde. 8 keer rechts, 8 keer links. En probeer hem net wat verder te doen dan dat je net deed. Daar gaat hij weer. Pak rustig de stoel vast. Beginnen we met ons rechterbeen omhoog. En het tempo gaat natuurlijk iets omhoog. Daar gaat hij. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Heel goed. Wisselen we van been. Omhoog. Daar gaat hij. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hou je rug helemaal recht. 7. En de laatste. Heel goed. Even lekker weer losschudden. Even losstappen. Dat helpt toch altijd weer om alles op gang te laten komen. Heel goed. De volgende oefening. Pak de stoel weer vast. We gaan op ons rechterbeen staan. Licht gebogen is die, dus niet helemaal gestrekt. Buikspieren duidelijk aanspannen. Wij gaan zo dadelijk het gewicht naar voren brengen. Ons linkerbeen is van de grond. En we proberen met onze hand zo ver mogelijk naar de grond te gaan. En weer terug. Naar voren. Je hoeft niet helemaal naar de grond, maar het idee is dat je het gewicht naar voren brengt. Je linkervoet is van de grond. Heel goed. 5. 6. 7. En doordat je rug helemaal recht is, span je ook automatisch je rugspieren aan. Oké, en ontspan even. Zorg echt dat je niet met een gestrekt been staat, maar met een licht gebogen knie.
gaan we door naar ons linkerbeen. Doen we hetzelfde. Linkerbeen is licht gebogen. Onze rechtervoet is gebogen naar achter. En we gaan hem weer hetzelfde doen. Daar gaat hij. 1. 2. 3. 4. Probeer ook hier steeds je balans te bewaren. 6. Heel goed, nog 2. En ook hier kan het best zijn dat je je benen voelt. 8. Heel goed. Even lekker losschudden. Zijn we aangekomen bij de cooling down? De stoel mag even weg. Adem even in door je neus. Maak jezelf even helemaal lang. Rustig naar voren. Dan blijven we eventjes hangen. Probeer je rug te ontspannen. Langzaam omhoog komen. Doe hem nog een keertje. Maak jezelf even lang. Naar voren. Even ontspannen. Dat mag ook wel na zo'n les. Heel goed. Doen we onze benen gekruist. Armen in de zij. En onze andere arm gaat over ons hoofd heen. Maakt niet uit welke kant je probeert. Heel goed. Andere been. En vind je het moeilijk om je balans te houden? Dan blijf je gewoon zo staan. Heel goed. Gaan we eventjes om en om. We noemen dat het kersen of peren plukken. Om en om strek je jezelf uit. Buig je knieën mee. Rek zo ver als dat je kan. Heel goed. Netjes. Oké. Doe onze hak naar voren. Die wijst naar boven. Hou je rug helemaal recht en trek je teen zo ver mogelijk naar je toe. Andere kant. Teen naar voren. Heel goed. Yes. Heel goed, even losschudden. Nog één keer jezelf even helemaal lang maken. En weer rustig naar beneden langs de zijkant. Heel goed. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Kijken jullie volgende keer weer. Doeg!